Ik ben Ruud van Pelt, 49 jaar, hoofdjeugdopleiding binnen Waterwijk. Mijn naam is Emiel Vergemert, ik ben 39 jaar. Als hoofdjeugdopleiding, dat heb ik in eerste instantie alleen gedaan. Later heb ik Ruud daarbij betrokken, omdat het toch wel heel erg groot werd. Dus we zijn inmiddels gezamenlijk 8 jaar onderweg. Waterwijk is een heel gemoedelijke club. Het is ook een hele grote club. Een van de grootste clubs, met name in de jeugdopleiding van Nederland. Dus op het moment dat jij jong en ambitieus bent, dan moet je zeker naar Waterwijk toe komen. Op het moment dat jij een gezellige vereniging zoekt, waarbij iedereen zich welkom voelt, dan ben je hier op het goede adres. Omdat wij nu best wel hoog voetballen, met name in de bovenbouw spelen we landelijk. We spelen in de onderbouw ook eigenlijk allemaal in de hoogste competities. Dat betekent hoofdklasse, hoger kan niet. Als je zo lang bezig bent binnen de club, dan zie je op een gegeven moment dat de spelers en de trainers, die hebben een bepaald plafond bereikt. Als je dan een stap verder wil doen, dan moet je dus extra dingen gaan leveren als club. En bieden voor de spelers, maar ook voor de trainers. Dat gaan wij nu doen. We zijn bezig met een heel mooi concept te maken. Dat betekent dus dat wij meer gaan doen, nog meer gaan doen, dan dat we nu al doen. Nou, wij hebben ontzettend veel contacten met verschillende BVO's. Doordat wij op een bepaald niveau spelen, worden wij ieder weekend door minimaal 10 tot 15 scouts bezocht. Daarom zorgen we dus ook voor dat als er spelers van ons op stage gaan, dat gebeurt vrij regelmatig, dat we de contacten onderhouden met die BVO's. Wij proberen ouders ook voorlichting te geven dat als ze naar een profclub gaan, proberen we ze voorlichting te geven hoe het er daaraan toe gaat, wat de kansen zijn waar ze tegenaan kunnen lopen. Dus we proberen de ouders te betrekken. Dat doen we eigenlijk al vanaf dag 1. Op het moment dat ze binnen de selectie binnenkomen, dan geven we een presentatie waarin we aangeven wat wij als club van spelers verwachten, wat wij van de ouders verwachten, maar ook wat ze van ons als vereniging mogen verwachten. Daarnaast hebben wij met de spelers, en er zitten vaak uiteraard ook de ouders bij, 2 keer per seizoen een evaluatiemoment staan, zodat het heel interactief is wat wij met elkaar kunnen bespreken. Ja, dat is niet iets wat wij alleen doen, dus niet als hoofdjeugdopleiding zorg je daar alleen voor. Dat doe je samen met je trainerstaf. Wij hebben een super enthousiaste groep jonge trainers en ook wat ervaren trainers uiteraard. Die zich aan de ene kant heel erg ontwikkeld hebben op het gebied van scholing vanuit de KNVB, maar dat ook zeker zelf doen via de online platformen die er zijn. Maar ook met het bestuur, met de medische staf, met de trainers, met de coördinatoren van de breedtesport, met de scheidsrechterscommissie. En in de laatste plaats ook met de scouting die wij intern hebben lopen. En zonder die mensen zou deze vereniging niet bestaan. Dus daarvoor willen we ze hartelijk bedanken. Dat is waar het. Ja.